deze is zo zeggen. Ik sta bij Cindy en Cindy is een van de personen die deze buitenspeeldag heeft georganiseerd. Kun je me vertellen waarom je daartoe gekomen bent? Vorig jaar is mij dat voor het eerst gevraagd door school, inmiddels heet dat Averdam. En dat is vorig jaar goed bevallen, heeft goed uitgepakt. Dat ik dit jaar weer zoiets had van met elkaar de schouders weer ronden en we gaan voor een tweede editie. Vandaar. En wat hebben jullie zoal geregeld hier vanmiddag? Natuurlijk eten en drinken, popcorn, fruitspiesjes maken, stormbaan, springkussens, blik gooien, fietsbandenrace, skippiebandenrace, van alles. Ja, heel blij. De opkomst is nu al super, dus hopen dat er nog meer bij komt. Ja. Ik heb begrepen dat er ook nog een aantal activiteiten op het schoolplein zijn. Ja, dat zijn die dames met de gele slingers. Die gaan over het schoolplein, die houden daar de boel een beetje in de gaten, dus kom maar hallo allemaal. Dus ja, zo kan ik het u vertellen. En op het schoolplein zijn ook weer activiteiten? Ja, dat zijn onder wat ik net zei, de skippieballen, de loloballen, ook ranja en wat te drinken voor ze en eten. Dus aan alles is gedacht. Ik heb ook begrepen dat er een aantal mensen van de club hier zijn. Ja, die hebben ook ons geholpen, ook op vrijwillige basis, ook met mensen hier, alles proberen alles in goede banen te leiden. Dus daar zijn we blij mee. Dus hoe lang gaan jullie vanmiddag nog door? We hopen tot een uurtje of 5 vol te kunnen maken, dat de mensen tot zo lang ongeveer blijven. Dan worden er nog ijsjes gebracht door de sponsor en dat was een beetje gezien als de afsluiter van vandaag. Dankjewel en ik hoop dat je het nog vele jaren volhoudt. Dankjewel. Hoe smaakte dat spiesje, dat fruitspies? Heb ik niet gehad. Dan moet je toch ook nog wel even gaan doen, hè? Een beetje energie erin. Ik zit te vast doen. Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dat het al afgelopen was. Wanneer is dat afgelopen dan? Morgen toch? Vrijdag. Vrijdag. Oh, dan mag je weer gewoon eten. Oh, vrijdag om 6 uur kom ik op tv, jongens. Oké. En heb je al met het voetbalspel meegedaan? Nee. Dat wordt dan tijd, hè? Dan moet je toch wel even gaan voetballen. Ja. Veel succes, jongen. Nee, boeven mogen niet voorin. Boeven moeten achter de auto. Ja, dat is niet.